Wat fijn en leuk dat jullie weer op school mogen komen. Om dit mogelijk te maken, hebben we wel het een en ander moeten wijzigen. In deze film leggen we uit wat wel en niet kan. Kom zoveel mogelijk alleen naar school. Zet je fiets in de fietsenstalling tegenover de ingang van de school. Je fiets plaats je bij een rood lintje. Ga daarna direct naar binnen en blijf niet hangen op het plein. Gebruik de linkerdeuren om binnen te komen. In de school en op het schoolterrein houd je ook 1,5 meter afstand van anderen. Ontsmet bij binnenkomst je handen. We hebben een eenrichtingsroute gemaakt die is aangegeven met oranje pijlen. Volg deze pijlen. Loop niet tegen de richting in en zorg dat je niet voorbij de rood-witte linten komt. De kluisjes mogen niet worden gebruikt. Je jas en tas neem je daarom mee naar het lokaal. Tijdens de eerste mentorles mag je eenmalig naar je kluis om je spullen eruit te halen. Zorg dat je dan een extra tas bij je hebt. De aula en mediatheek zijn klaslokalen geworden. Hier krijg je de klassikale lessen. In de andere lokalen zijn de persoonlijke gesprekken met je mentor of krijg je les in kleinere groepen op afspraak. Bij het lokaal ontsmet je nogmaals je handen. Daarna scheur je een stuk papier van de rol en neem je deze mee naar je tafel. De volgorde van binnenkomst bepaalt je zitplek. De eerste die binnenkomt, loopt naar de achterste rij en gaat naar de verste tafel. Zo wordt de klas van achteren naar voren gevuld. De leraar heeft je tafel en stoel al ingespoten met ontsmettingsmiddel. Met het stuk papier maak jij het schoon en droog. Het papier leg je vervolgens op de grond. Na de les neem je deze mee en gooi je het in de vuilnisbak. De kantine is gesloten en de automaten zijn leeg. Eten of drinken kopen is dus niet mogelijk. De toiletten zijn geopend, maar we verzoeken jullie om deze alleen voor nood te gebruiken. Als je het toilet gebruikt, moet je er zelf voor zorgen dat de deurklinken in het toilet gereinigd worden voordat je er gebruik van maakt. De mediatheek is ook een klaslokaal geworden. En hier gelden dezelfde regels als in de aula. Handen ontsmetten, papier meenemen en de eerste gaan achterin zitten. Je docent geeft je aanwijzingen bij binnenkomst. Het hoofdtrappenhuis gebruik je alleen om naar boven te gaan. Via het trappenhuis bij de ingang ga je naar beneden en verlaat je de school. Ga daarna direct naar huis en blijf niet hangen op het schoolterrein. In en rondom school zijn meerdere toezichthouders aanwezig om je te helpen of om aanwijzingen te geven. Tot gauw!